Jaarlijks wordt in de tweede week van de maand mei de Caribbean Mosquito Awareness Week gehouden. Gedurende deze week wordt door de gezondheidsautoriteiten in het Caribisch gebied extra aandacht besteed aan de voorlichting om muggenbroedplaatsen op te ruimen. Onderdirecteur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, Astracia Warner, hierover. Regionaal organiseren verschillende landen in het Caribisch gebied de Mosquito Awareness Week in de tweede week van mei. Dat doen ze, of dat doen wij, omdat we aandacht willen vragen aan de bevolking om te participeren in het bestrijden of het elimineren van muggenbroedplaatsen. Zoals inmiddels bekend dragen muggen, namelijk de Aedes aegypti muggen, dengue, chikungunya en Zika over. Maar er zijn ook andere muggen die ziektes kunnen overdragen, zoals de muggen die malaria overbrengt. In de regio wordt er aandacht gevraagd omdat er te veel mensen doodgaan ten gevolge van deze ziektes. De muggen die is verantwoordelijk voor het overbrengen voor deze ziektes en wij als bevolking kunnen participeren om te voorkomen dat we die ziektes oplopen. De verschillende landen die zijn vrij om invulling te geven aan activiteiten in dit kader. En in Suriname hebben we ervoor gekozen om onze voorlichting met betrekking tot dit onderwerp, dengue, chikungunya, Zika, te voorkomen. We hebben ervoor gekozen om onze voorlichting te starten of te heractiveren gedurende deze periode en de rest van het jaar. De gemeenschap mag dus verwachten dat wij via filmpjes, video's, flyers en andere activiteiten de gemeenschap zullen bewust maken over de activiteiten die zij zelf kunnen ondernemen om zichzelf te beschermen tegen deze ziektes. Wereldwijd sterven er ongeveer 1 miljoen personen per jaar aan ziektes die te maken hebben of over. Pardon. Wereldwijd sterven er ongeveer 1 miljoen mensen per jaar aan ziektes die worden overgedragen door muggen. Dengue, chikungunya en Zika die worden dus overgedragen door de Aedes aegypti muggen. En we weten dus inmiddels dat broedplaatsen van deze muggen in en rondom mensen hun woningen, bedrijven, scholen, polyklinieken, hotels en dergelijke er zijn. Wij merken nog te veel grof afval liggen op verschillende locaties. We merken te veel zwerfafval op verschillende locaties. Het is daarom belangrijk dat niet alleen de overheid participeert in de strijd tegen deze muggen, maar dat ook de samenleving daartoe een bijdrage levert. Wat u kunt doen als huishouden, als schooldirecteur, als community, als directeur van een hotel en dergelijke. U kunt ervoor zorg dragen dat in uw omgeving er geen broedplaatsen zijn voor deze muggen. En als we praten over broedplaatsen, dan denken we aan vazen. We denken vazen in huis, afval dat er mogelijk is op het erf, bloempotten waarin water blijft zitten, oude koelkasten die u ergens op uw terrein hebt staan, maar een broedplaats kunnen vormen omdat er dus water daarin gaat verzamelen. Dit soort zaken zijn dus allemaal broedplaatsen, potentiële broedplaatsen voor de Aedes aegypti muggen die verantwoordelijk is voor het overbrengen van dengue, chikungunya en Zika. Willen wij deze ziektes voorkomen, dan moeten we gezamenlijk, samen met de overheid, broedplaatsen bestrijden. Dat is de beste oplossing om te voorkomen dat er muggen broedplaatsen er zijn. Als er geen broedplaatsen zijn, kan de muggen geen kans vinden om zich verder te ontwikkelen. En dat wil dus zeggen dat deze transmissie van de ziekte gestopt kan worden. Als er toch muggen zijn, kunt u ervoor zorg dragen dat u uzelf beschermt. Uzelf en degene waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, door bedekkende kleding te dragen wanneer er dus muggen er zijn. Door een muggenrepellent te gebruiken met waarin DEET zit verwerkt. Daarnaast kan er dus ook gebruik gemaakt worden van het screenen van de huizen door de ramen en de deuren van muggengaas te voorzien.
Als er ook muggen zijn, kan er dus ook gebruik gemaakt worden van vape, van muggenkaars dat veilig is voor gebruik in huis. Het thema is small bite, big threat. Dat wil zeggen, een kleine muggensteek, maar een heel groot risico voor uw gezondheid. Als de muggen geïnfecteerd is met het virus dengue, chikungunya, Zika en het u steekt, dan kunt u het risico oplopen om deze ziektes op te lopen. Dus als er geen muggen zijn, de muggen u dan ook niet steekt, dan kunt u voorkomen dat u deze ziektes oploopt. We roepen u dus op als samenleving om ervoor zorg te dragen deze week en elke week in het jaar, zeker in de regentijd, om muggenbroedplaatsen in en rondom uw huis, in en rondom uw werkplek, in en rondom de omgeving waar u zich vertoeft, ervoor zorg te dragen dat er geen muggenbroedplaatsen zijn. Fetti abetti, elimineer muggenbroedplaatsen.